Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh iedereen. Dit is een heel snelle video. Dit is een heel impulsief video. Ik heb dit gezien, ik heb dit gehoord, ik heb dit bestudeerd en ik moest het met jullie delen. De persoon die jullie hier op de achterkant zien is de bekende imam, Saoedisch geleerde. Heel groot, heel big, heel bekend. Wordt overal voor gevraagd en wordt alom gerespecteerd altijd. Sheikh Saleh Mremsi. Die heeft een paar dagen geleden gezegd en toegegeven dat hij nu eindelijk zover is, nu hij de 60 heeft gepasseerd, dat hij eindelijk zover is, dat hij eerlijk wil en durft toe te geven dat de ahadith-cultuur niet authentiek zijn en niet kloppen. En hij heeft gezegd, ik snap dat een hoop mensen me gaan aanvallen, de social media gaat me aanvallen, moslims die hadith volgen gaan me aanvallen. Hij zegt, maar ik zal dat allemaal accepteren. Ik moet nu iets zeggen waar ik in heb geloofd, zeg maar voor God. Ik moet nu gewoon iets zeggen waar ik achter sta. En waar ik achter sta is dat er een nieuwe islamitische school moet komen, waarbij, opgericht door één persoon, hij hoopt zichzelf, opgericht door één persoon of meerdere personen, waarbij alles onder de loep wordt genomen wat door de mens door de jaren heen is verzameld. Dat betekent dus alles wat onder de hadith valt. De fiqh, de kennis, de alles wat verzonnen is door de mens buiten de Koran om, zegt hij, is door de mens verzonnen en dus geheim dat de mens fout heeft gemaakt. En alles moet onder de loep worden genomen. En hij zei, er zijn een hoop zaken die volgens de ulema zou de profeet ze gezegd hebben. En het is absoluut onmogelijk dat de profeet dat gezegd heeft. En hij zei, als ze durven te zeggen in hun ahadith, dat de profeet soms zelfs vergat hoe hij moest bidden en zijn vrouwen gingen hem herinneren. Dus dat betekent dat als de profeet dingen vergeet en fouten maakt, waarom accepteer je dat niet over Bukhari en andere mensen? Jullie accepteren in jullie ahadith, als jullie dit vertellen, dat de profeet fouten maakt, dan moeten jullie ook accepteren dat ieder andere mens nog meer fouten maakt. Dus hij heeft gezegd, ik hoop dat er een nieuwe school komt. Een school, niet een school waar je naartoe gaat, maar een school, een richting waarbij alles onder de loep wordt genomen. Dat heeft hij nu gezegd, een paar dagen geleden. Het is als een bom ingeslagen op social media. Natuurlijk, ahadith, mede-moslims worden helemaal gek. Maar zoals jullie zien, jongens, beetje bij beetje komen we er. Ik ben in 2010 begonnen met de hadith. Een paar jaar heb ik dat gedeeld hier op mijn video. En terwijl ik het met jullie deel en bestudeer, heb ik besloten van dit is allemaal onzin, het is allemaal troep. En ik noem het altijd Bas en Adriaan voor de mensen die mij al langer kennen op dit kanaal. Vanaf 2010, ik heb alles verwijderd. Jaren terug, sommige van jullie hebben me nog gesmeekt, ik zet ze terug, want ze geven ons rust. En ik heb gezegd, jongens, dat kan ik gewoon niet meer maken. Het voelt gewoon niet goed. Ik was misleid. Ik geloof niet meer in ahadith. Alhamdulillah, ik geloof al jaren niet meer in ahadith. En ik ben al jaren aan het vechten tegen de ahadith. Mensen die mij jaren kennen, kunnen dit bevestigen in de comments. Alhamdulillah, beetje bij beetje worden moslims wakker. En het helpt enorm dat zo'n groot geleerde als Saleh Mremsi dit nu durft te zeggen. Dus, er is hoop, jongens. Er is hoop. Hou vol. Blijf weg bij de hadith. En mensen die mij vragen, hoe zit het met Shia? Shia, Sunna is één groot circus. Blijf weg bij de hadith. Zodra je kiest voor iets anders buiten Koran, betekent je bent in het circus van Bas en Adriaan. Of je nou Shia bent, Sunni, Munni, Shori, Wuri, Duri. Doesn't matter. Het is allemaal troep. Blijf bij Koran. Inshallah, we komen er beetje bij beetje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرجاء الذي أنا أرجوه من الله عز وجل أن يحققه وليعذرني إخوتي العلماء أن ينشئ الله على يدي مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا هذه ما أرجوه من الله وأسعى له وسيقول الكثير من الناس من أنت ورحم الله فلان وتواضع فلان و سيذكرون أشياء أن أنا لا أؤمن بالعجز ولا بالضعف وأؤمن بأن عطاء الله أكبر لكنني أعلم أن الثغرة الموجودة في الأمة اليوم هي إيجاد مذهب فقهي إسلامي جديد يتلاشى قدر الإمكان ولن يكمل ما قد فات وأن المراجعة لما قد سلف أمر لا بد منه ولا مناص من الحيدة عنه لا مناص منها لا بد من إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد
سواء من ذلة أو من شخص واحد، أرجو الله أن أكون أنا هو. وأنا أعلم أن هؤلاء أن ستسمع من التعليقات من هذا الأمر شيئا لا يكاد يصدق، حتى من كان ذا حلم سيترك حلمه عني. لكني أنا تجاوزت 60، وإذا كنت عاجزا أن أقول حتى شيئا أرجوه من الله فهذا منتهى الضعف. لكن السؤال هل يوجد حاجة؟ نعم، وألف حاجة. في كل مرحلة من مراحل البناء الفقهي من أمة من الأمة يطغى شيء. الآن لا بد في هذا الزمن من إعادة مسألة ما الذي طغى، لا بد من تحرير المسائل. طغى السند فدخلت أحاديث من الصعب نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، من الصعب جدا، ولو قال فرسان الحديث أنها صحيحة السند هذا لا يكفي، لا بد من صحة المتن. وهذا يعني أضر بالناس كثيرا، أضر بالأمة كثيرا. دخلت أحاديث أحد لا يمكن، هم يقولون لك بعضهم يعني إذا أراد أن يدفع عنك هذا الأمر أو يدفع هذا الأمر قال اتهم عقلك. أنا لو اتهمت عقلي لما أصبحت عاقلا، وإذا كنت غير عاقل أصبحت غير مكلف. هذه صناعة بشرية قابلة لأن تخطئ أو تصيب. نحتاج رجالا متجردين للحق حتى تتضح التأثير.